Robinson aflevering 10 meekijken. Ik ben in Aruba op dit moment voor het schieten van mijn eigen zwemkledingcampagne die hieronder zit. Ik had in Oeganda al meegekeken, want daar was ik vorige week. Ik ben bijna meteen doorgevlogen. Maar toen heb ik niet echt meegekletst. Dus ik ga dat lekker nu even doen. Komt-ie! Dit is dus nu al de aflevering waarbij Dave gewoon niet meegaat. Maar ik wist het ook al, want ik vind het ook wel bij hem passen dat hij dan niet gaat. Dat je zoiets hebt van, of ik ga echt verder gewoon tot bittere einde met eigen kracht, of ik ga niet verder. Het plan van het drietal is gelukt. Maar of dit op de lange termijn ook handig gaat uitpakken, dat valt nog te betwijfelen. Is niet handig, niet handig. Ruzie, ruzie. Ik denk dat iedereen van ons ook hiermee bedoelt, en misschien als niet zo is zeg het, maar dat wij nu eigenlijk allemaal zoiets hebben van, we doen chill tegen elkaar, we doen relax tegen elkaar, maar je kan niks geloven wat iemand zegt. Ik denk dat je hierbij ook wel heel erg nu merkt dat wij in soort van twee kampen worden verdeeld. Suzanne, Koos en Yalou en Thomas, Dio, ik en Jess. Dat is wel een beetje wat door, zeker door die Dave-actie gebeurde dat echt extreem veel. Oh ja, hier hoorden we dus dat Gabi alles had bekokstoofd. En voor wie dat vorige week niet snapte, Gabi heeft eerst tegen Koos, Suzanne en Yalou lopen zeggen dat Dave hun eruit wilde stemmen. Of ze op Dave wilde stemmen en is er vervolgens zelf soort van uitgestapt. Dus als zij niks had gezegd, dan had Koos waarschijnlijk helemaal niet Dave eruit gestemd. Oh, je ziet het echt, we zitten er doorheen, jongen. Die scène dat we allemaal onder dat afdankje liggen met die regen. Gewoon de ellende in iedereens oog. 20 dagen is lang, hè, op zo'n eiland. Echt lang. De nieuwe proef. Ik heb het al gezien, dus ik ben natuurlijk een beetje te blij nu. Op het platform dat je hier ziet, liggen de blokjes voor de muur. Oh ja, iedereen vroeg hoe het kon dat mijn haar nog zo goed zat. I don't know. Ik zat gewoon heel veel in het water. Ik waste me elke dag in het water. En ik denk dat zeezout is toch wel het beste voor je haar. Maar het, ik zag ook veel mensen die zeiden, ja, volgens mij hebben ze gewoon hun haar gewassen. Maar nee. Je krijgt gewoon echt niks, hè. Ik weet niet hoe vaak we dat nog moeten zeggen. Maar er is niks. Er is geen zeep, er is geen tandpasta, er is geen shampoo, er is geen conditioner. Het is niet zo dat we ons haar wassen. Dit is gewoon zeezout. Ik ben zo gefocust, jongen, in deze proef. Ik vind het zo leuk om te zien, omdat ik gewoon nooit ergens goed in ben. In dat soort sportieve dingen en zo ben ik altijd het slechtste. En hier was ik eindelijk een keer goed in iets. Ik ga voor mijn laatste plankje. Daar ben ik bijna, hoor. Ik ben wel gek. Hou het touw strak, hou het strak. Dit heb je, dit heb je. Echt spannend wel, hoor. En dan heb ik hem opeens af. En ik denk van, oh, ik heb het, ik heb het, ik heb het. Je moet je nog aftikken op de eerste tafel. Dit hoofd. Je moet je nog aftikken. Echt weer zo typisch. Niks van snappen gewoon eigenlijk. Ik had geen idee dat ik me nog moest aftikken. Maar man, wat een spanning. Dat hoofd van het hele Blijner. Ik moet me nog aftikken. Ik was helemaal in mijn eigen wereld, joh. Ik weet nog precies hoe dit voelde. Zo heel veel kriebels. En helemaal in een soort van zen-modus. Ik ben gewoon eerste. Ik heb gewonnen. Yes, ik heb gewonnen, jongens. Yes. Ik maakte nog een vet irritante beweging en huppel en op dingen slaan. Terwijl mensen gewoon in opperste concentratie zitten. Maar je bent zo in een happy flow. Dan denk je, kan niet meer stuk dit. Ketting! Oh ja, ook veel mensen vroegen hoe het komt dat je tanden zo wit worden. Maar het bizarre is, wij hebben dus allemaal geen tandpasta gehad. En dit is al dag 20. Maar onze tanden werden steeds witter. Omdat je geen suikers tot je neemt. En eigenlijk maakt je gebit zich vanzelf schoon. Dus niemand stonk ook of zo. Het was heel gek. Oké, wie neem ik mee? Ja, ik neem toch Jess mee. Omdat zij mij in het begin ook heel erg heeft geholpen. Oh nee, nu komt het. Omdat Suzanne dit heeft gewonnen, vind ik het misschien niet. Oh, wat erg! Oh. Oh my god. Dit is maar één Suzanne hier, that's me, weet je wel. Dus ik... Oh, wat kut dit. Ik weet nog, serieus jongens, je ziet het ook in deze edit. Op het moment dat ik Suzanne haar naam noem, gaat gewoon mijn hoofd gaat zo van, oh my god. Ik dacht, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Ik wil helemaal niet Suzanne. En ik wilde nog terugdraaien. En ik vroeg nog op een gegeven moment van, kan ik nog iets? En ik kon niet meer wijzigen. Ik had zoveel spijt. Dus misschien lullig naar Suus toe. Maar ik wilde gewoon Thomas mee. En ik kreeg gewoon mentale kortsluiting gewoon. En ik heb er helemaal niet van kunnen genieten. Want ik miste Thomas gewoon. Ik dacht, hij moest hierbij zijn. En wat de fuck ben ik voor slechte vriendin? Wat doe ik? Ik moest zelfs bijna janken, zie ik hier. Maar goed, weet je,
Achteraf bleek dit dus een hele slimme tactische keuze te zijn. Want als je naar Winnaarseiland gaat, heb je nul contact meer met je oude ploeggenoten. Dit betekende, omdat ik Suus had meegenomen per ongeluk, dat Suus niks meer kon bekokstoven met Koos en Jalou. Waardoor Dio zijn meesterlijke plan heeft uit kunnen voeren. Ja, dit is wel een plannetje. Ze hebben ons de eerste keer ook een klein beetje voor de gek gehouden. Omdat ik dus Suus had weggenomen, hebben Thomas en Dio het plan bekokstoofd om te zeggen dat ze op Jesse gingen stemmen, maar het ondertussen niet deden, zodat Koos en Jalou stemmen gingen inleveren. En tuurlijk is dat ook een beetje lullig en een beetje hetzelfde als wat zij bij Dave hebben gedaan. Maar nogmaals, ik blijf erbij. Het enige verschil is dat met Dave, met Gabi, hadden we gewoon echt een gentleman's agreement. Iedereen zei op dat moment, we geven elkaar één ronde vrijheid. Dat vind ik wel een verschil dan wanneer alle ballen soort van open liggen, hoor. What you say? Ik vind dat wel gewoon een verschil met als alles open ligt. Dus er zijn geen regels en iedereen doet gewoon complotjes voor zichzelf. Of dat je met z'n allen zegt, oké, één ronde is iedereen safe. Tuurlijk, iedereen doet... Het is ook gewoon Robinson, dus iedereen doet het nog. Wat ik gewoon knap vind, is dat Dio na freaking 20 dagen of 21 dagen op dat eiland nog dit plan heeft kunnen bedenken. Ik was helemaal van het padje, hoor, na 20 dagen. Wie heeft een soort stem? Ik had het dus al een beetje door, stiekem. Zie je dat? Bij dat stuk dat ik met Jesse op Winnaarseiland in het bos aan het fluisteren ben? Intuïtie! Ik had het al een beetje door. Ik weet niet waarom. Soms heb je gewoon zo'n onderbuikgevoel en ik dacht, het kan zomaar zijn dat het anders loopt, deze eilandraad. Dit is de laatste stem. Jaloe. Ja, doei Jaloe. Jaloe lag eruit. Ja, op dat moment, ik heb ook niks gezegd in de eilandraad toen ze eruit ging. Want ik had gewoon zoiets van, ja, dit was gewoon het plan. Zij moest er gewoon uit als soort van wraak voor Dave. Maar ook in het algemeen, ze was heel sterk. En tuurlijk is het een beetje hetzelfde, weet je. Het is natuurlijk als de vorige week. Maar goed, ja, op een gegeven moment gaan er toch klikjes ontstaan. Het betekent dat ik er nog ben. Aflevering 11 alweer volgende week, hè? Goed, ik ben er nog. Ik zie jullie volgende week weer. Als je vragen hebt, stel ze hieronder. Oh ja, een paar dingen die altijd worden gevraagd. Wat doe je als je ongesteld bent? Niks. Heb je gewoon pech? Doe je tampons in of je slikt de pil door? Hoe doe je dat met scheren? Niet. Ik laser, dus dat kwam daardoor. Waarom heb je hoge sokken aan? Daarom, omdat ik het leuk vind. En voor de muggen en voor de zon. Hebben jullie onbeperkt water? Ja. Hebben jullie zonnebrand? Ja. En hebben jullie date? Voor de muggen, ja, dat zijn de enige drie dingen die we hebben. Dat was het! Ik doe nog een keer een grote Q&A, hoor. Misschien moeten jullie maar zeggen met wie jullie dat leuk vinden van de expeditieleden. Maar goed, oké. Ik ben er nog. Ik zie jullie volgende week weer. Doei! A la familia Fontanet, allá en Cumbe Alto, y lo Mejía en Vega Baja.